Vrouwelijke genitale verminking, ofwel meisjesbesnijdenis, wordt internationaal erkend als een ernstige schending van de mensenrechten en is bij wet verboden in Nederland. Sinds 2010 is er in Nederland een landelijke aanpak voor VGV. Deze aanpak kent drie onderdelen: zorg, preventie en handhaving van de wet. Elk onderdeel heeft een eigen protocol dat professionals ondersteunt bij hun taken en zorgt voor samenwerking en coördinatie tussen verschillende professionals en organisaties. Vrouwen die besneden zijn, kunnen met gezondheidsklachten naar de huisarts gaan. De huisarts geeft reguliere zorg en kan doorverwijzen naar een specialist, afhankelijk van de klachten. Er zijn ook speciale GGD-spreekuren waar vrouwen die besneden zijn terecht kunnen met hun vragen, en waar zij samen met zorgverleners de juiste vervolgzorg kunnen kiezen. Het preventiebeleid in Nederland is gericht op voorlichting, vroegtijdige signalering en het inschatten van risico's. Hierbij spelen de jeugdgezondheidszorg, veilig thuis en verloskundigen een belangrijke rol. De JGZ probeert VGV te voorkomen. Door ouders te informeren over de gezondheidsrisico's en de strafbaarheid van VGV in Nederland. Als een JGZ-professional vermoedt dat er een risico is op VGV, schat ze de mate van het risico in en kan ze advies vragen aan een collega. Ook kan ze advies vragen bij Veilig Thuis. Handhaving van de wet komt in beeld wanneer er sprake is van een dreiging van VGV of als VGV heeft plaatsgevonden. Veilig thuis is verantwoordelijk voor het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van meldingen over VGV. Ze praten met de ouders, overleggen met andere instanties zoals de politie en de Raad voor de Kinderbescherming en nemen zo nodig maatregelen om het kind te beschermen. Alle professionals in Nederland die werken met kinderen moeten de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld volgen. Het is heel belangrijk dat zij alert zijn op verschillende signalen die kunnen wijzen op een dreiging van meisjesbesnijdenis. Sleutelpersonen spelen een essentiële rol, in zowel preventie als in het toeleiden naar passende zorg. Dit zijn mannen en vrouwen uit landen waar VGV voorkomt. Ze zijn getraind om voorlichting te geven en VGV bespreekbaar te maken met mensen uit de doelgroep. VAROS is het landelijk aanspreekpunt voor meisjesbesnijdenis. Faros biedt slachtoffers, betrokkenen en professionals advies, training en ondersteuning. Voor meer informatie ga je naar faros.nl/vgv.